Ik heb me 45 jaar niet aan de regels gehouden en ik ga me ook niet nu aan de regels houden. Ja, we staan hier voor de tattoowinkel van Henkie Penkie, oftewel Henk Siefmacher. En het tatoeëren wordt door hem, door de EU, onmogelijk gemaakt. Bepaalde types inkt mag je helemaal niet meer op je lijf krijgen binnenkort. En wij gaan aan Henk Siefmacher vragen hoe het met hem gaat. In dit geval betekent het dus dat we ons druk zouden moeten maken over bepaalde pigmenten die dan kanker zouden kunnen veroorzaken. En welke kleuren mag je dan niet meer gebruiken? Nou, dat zou een hele range van kleuren zijn, want in die kleuren zitten ook in de mengkleuren. Dus blauw, geel, groen, die zitten in de mengkleuren. Maar dat zijn allemaal van die paniekdingen. Maar wat er gebeurt is, die kleuren beginnen pas op te spelen op het moment dat mensen gaat verwijderen. Dus op het moment dat ze met een laser het kapsel verbreken waar die pigmenten in de huid zitten, dan gaat die kleur zwerven en komt hij op plekken waar hij niet zou moeten komen. Voor jou voelt dat echt... Ik vind dat... Jij vindt daar wel wat van? Nou, er zijn meer dingen die in die wet staan die nergens over gaan. De leeftijd wordt verhoogd. Die gaat waarschijnlijk naar een leeftijd. Je mag hier in Nederland met 15 jaar en 9 maanden voor het vaderland sterven. Dan mag je met de marine. Mag je zware checker ook weer je laten doodschieten. Ja. Een tatoeage, die mag je dan pas op je 18e. Waarom willen ze, denk je, de tattoo-industrie aanpakken? Gaan daar veel dingen mis? Nee, er gaat helemaal niks mis. Het is zelfs een heel voorbeeldige industrie die zich uitstekend gedraagt. Alleen dat stuk wat er wel misgaat, is dat stuk wat ze niet onder controle hebben. En ze willen iets onder controle hebben. En dat lukt ze niet. Ze maken alleen het nog oncontroleerbaarder. We zijn een melkkoetje geworden. Ja. Deze industrie die kan geld opleveren. We moeten straks allemaal een cursus tatoeëren krijgen die door mensen gegeven gaat worden die geen flauw idee hebben waar het over gaat. En dan wordt niks, en dan ook helemaal niks, gehandhaafd. Er is geen handhaver die die mensen uit hun garagetje haalt of van hun zoldertje haalt. De mensen die nu over de tattoowinkels en over deze branche beslissen, die hebben zelf hoogwaarschijnlijk geen enkele tattoo. Nee, niet eens. Nee. Heb je al gekeken of degene die deze regelgeving heeft ingevoerd? Nee, deze man had geen tatoeage. Nul tatoeages? Nee, ik denk ook niet dat hij dat wil. Nee. Zo'n man die... Maar je hart moet natuurlijk wel liggen op de plek waar jij beslissingen over neemt, lijkt mij. Het probleem is ook gewoon dat er is nog nooit iets bedacht wat wel mag. Er wordt alleen maar bedacht wat niet mag. Het bewijs is er dat ze er helemaal niks van bakken en nergens niks van bakken. Ja. Lang leven de regering, denk je dan, hè? En je ziet toch hoe ze een zootje mensen in de steek laten en op het vliegveld in Afghanistan laten staan. Ik bedoel, en dan zitten ze allemaal met hun meest muilende kop in het rond te kijken. Dit is toch gewoon allemaal... Maar het is op een soort van... Ik heb helemaal geen zin om er boos over te maken. Maar het is moeilijk om je er niet boos over te maken. Want ze raken jou nu gewoon. Dit is een messteek in jouw eigen vakgebied. Ga je je eraan houden als de regels komen? Dat is de vraag. Nou, ik heb me 45 jaar niet aan de regels gehouden. En ik ga me ook niet nu aan de regels houden.